het goed, schat. Ik bedoel, jij bent klein, dus dat moet hij houden. 2051 meters. Jij vindt dit nog een pad? Het is veel te steil, hoor. Ik denk dat we mee van, is het hier al. Ik denk dat we mee van zijn, hè? Ik denk het niet. Echt gaaf, hè? Ja. Aan deze kant opkomen. Beetje nat. At the moment we are in the mountains north of Nerja. It's gray here. Some creek that's not on the GPS, but it is here. Yeah, it's gray here. There should be endless bears. Of course, we didn't see them. And then time to do some work, eat some soup, chat with our descendants, buy new sunglasses, check out the rooftops of the neighbors, and try out the rooftop tent for the first time. And then it was time to check out Diego, a friend of a friend of a friend of a friend and a super mechanic, they said. And they were right. Every single classic car you see here, he restored with his own hands, from the first bolt to the last nut. This, for example, is a standard Fiat 600, which he rebuilt to an exact replica of the Rally Abarth 1100. And all the new parts are handmade. The front bumper, the seats, this console, everything. So when he offered to help us out with some repairs on the Lexus, you can guess what our answer was. Original 21 car. 21, no? This is 65. 65, oh. The structure, the frame. I modified the frame. Tubo, ¿cómo se llama? Tubo de aluminio. Ya. Yeah. So, engine Fiat, and gearbox Fiat. Resto es original. Mm-hmm. No? But the Lexus was too high for the gate to the garage of Diego, so with the help of Nestor, the owner of the Posada, and his son, we removed the rooftop tent. Uh-huh.
No, el último evento que hubo. No hay necesidad. Y en ese último evento fue menor el nivel del ruido. Eso se había conversado ya. Lo que pasa es que para mí ellos no quisieron pasar con el gobierno. Pero no quieren prestar mi metropolitana. Hay que decir que yo soy de acá, conversar con el metropolitana. Of de hoofdremcilinder uit vervangen. Waar is nou je hulpje? Je hulpje? Er zit in Nederland. De floepert. Wat zoek je? Ik zoek mijn slangetje. Mijn slangetje. Ik zoek. Nog maar niet. Gat, wat hebben we hier toch allemaal voor troep? Het is minder erg als mijn bureau. Nou ja. Dit is allemaal gereedschap, heb ik nodig, dat is mijn zooi. Nee, maar kun je mee assisteren? Ja, dat kan. Nog eens. Ik krijg nu heel veel weerstand, nu schiet hij door naar beneden. Ja, klopt. Zapato, poco agua.